Martijn, Feyenoord verliest, nipt de klassieker bij Ajax. Wat is het gevoel na afloop? Dat is tweeledig. Hè? Aan de ene kant tevreden over de manier van spelen en teleurgesteld over het resultaat. Ja, en ik vind eigenlijk ook dat je de manier, daar mag je wel tevreden over zijn. Maar het uiteindelijke gevoel moet natuurlijk grote teleurstelling zijn. Feyenoord heeft te vaak, of de keer dat ze hier een resultaat haalden, dat was dan een gelijkspel. Dat ze blij waren dat het dan gelijk werd. Ja, nu verlies je. En je bent beter geweest, dus je moet eigenlijk gewoon echt de pleuris erin hebben. Op z'n Rotterdams gezegd, dat je hier gewoon niet een punt of meer pakt. Heeft de trainer dat ook en de spelers? Ja, die hadden dat ook. Advocaat zei, na afloop van de wedstrijd zat iedereen wel vrij stuk in de kleedkamer. Omdat ze dat gevoel zelf ook hadden. Nou ja, als je dat gevoel hebt in het veld, moet je maar één ding doen. En dat is in ieder geval je dominantie, of je overwicht, omzetten in ieder geval één doelpunt. En die kansen zijn er geweest. Ja, dan moet je het jezelf verwijten dat je er niet één maakt. Want ja, nogmaals, als je ziet wat voor kansen ze kregen. Dat balletje op de lat op het einde van de wedstrijd nog daar gelaten. Maar Berghuis een aantal keer. Ja, en ook een aantal keer dat ze makkelijk over het middenveld doorheen sneden. Ja. En dan toch slordig in die laatste paas of in die ene laatste paas. Ja, dat moet Feyenoord zich wel verwijten. Dat als je beter bent hier, als je hier kan winnen een keer, ja, moet je het gewoon doen. Is Feyenoord ook te angstig begonnen tegen Ajax vandaag? Nou, dat had ook te maken met de kwaliteit van Ajax, denk ik hoor. Want je begint niet automatisch angstig of zo aan zo'n wedstrijd. Het was ook niet heel veel om bang voor te zijn. Goed, Ajax heeft een betere ploeg. Op veel posities ook een betere speler. Ja, en de eerste 20, 25 minuten liet ze dat ook zien en werd Feyenoord teruggedrongen. Maar ja, dan nog weinig kansen weggegeven. Ajax creëerde eigenlijk bijna niks. Ja, tot die goal. Senesi liet zich uitkappen en Gravenberg scoorde hem. Ja, en toen dan moet je als ploeg, want dan sta je achter. Ja, dan ga je automatisch iets meer naar voren. Ja, en dan merk je, of dan merkte Feyenoord, dat Ajax gewoon te pakken was. Heeft Feyenoord vandaag wel laten zien dat het thuis wordt in de bovenste regionen van de Eredivisie? Ja, goed, ze stonden tweede toen ze hier naartoe kwamen. Dus eigenlijk hebben ze dat al laten zien. En ik geloof wel dat het die spelers ook een beetje geërgerd moet hebben. Dat er vooraf werd gezegd dat ze konden kiezen. 3-0, 4-0, 4-1. Hè? Weet je, het teken maar bij het kruisje. Ja, zo was het natuurlijk ook niet. En Feyenoord heeft wel laten zien dat het een ploeg is om nog steeds rekening mee te houden. Als je hieruit bij Ajax zo kan spelen, hè, los van het eerste half uur. Als je de kansen krijgt om die wedstrijd te winnen. Ja, dat is ook wel een signaal. Ja, en nu krijgen we een programma. Met al die topclubs weer tegen elkaar. Er komt zit beker tussendoor. Ja, Feyenoord zou hier in ieder geval wel de moed uithalen en het vertrouwen uithalen. Dat als het dit kan brengen uit tegen Ajax. En ze doen dat in iedere wedstrijd vanaf nu. Nou ja, dan kunnen ze ook elke wedstrijd gewoon winnen. En dan moet je maar kijken als die ploegen elkaar allemaal weer treffen. Kijk, titel is nou erg uit zicht. Maar de doelstelling van Feyenoord is Europees voetbal. En de beker. Nou goed, komt Heracles daarvoor deze week. Dan AZ thuis. Ja, dat zijn toch wel weer twee wedstrijden waarin je in ieder geval nu moet laten zien. Je hebt nou eigenlijk de standaard voor jezelf gezet. Ja, dit is wat ze kunnen brengen. Nou ja, laat het dan ook die komende weken zien. Vond je de opstelling van Dick Advocaat logisch voor deze wedstrijd? Ja, vond ik wel logisch voor deze wedstrijd. Met Jurkensen, die trouwens uitstekend speelde. Maar dat gold wel voor meer spelers. Eigenlijk haalde iedereen wel een voldoende. Behalve misschien in balbezit dat het soms een beetje te slordig was. Wat ik net ook al zei. Maar de manier waarop Feyenoord het wilde doen, met het doorschuiven. Moet je ook een bewegelijke spits hebben die ook een bal vast kan houden. Nou, Prato heeft zich getoond als een spits voor in de 16. Daar kwam je in de eerste instantie niet heel vaak. En Jurgensen deed het gewoon goed. En op die manier kwamen ze ook een beetje uiteindelijk onder de druk van Ajax uit na die 1-0. Toen ze zelf ook wat meer naar voren gingen spelen, durfde door te dekken. Duels gingen winnen. Ja, en dan kun je dominant zijn hier in de arena. Het is al ontelbaar keer genoemd natuurlijk dat Feyenoord hier voor het laatst won in 2005. Waar zit het hem nou in, Martijn? Dat het weer niet lukt? In kwaliteit vaak. Want ja, dat is eigenlijk vanavond ook wel weer het geval. Je moet gewoon die kansen maken. En ja, dat is dan. Het kan niet alleen maar pech zijn. Dus je moet op dat soort momenten, als je die kansen krijgt, moet je gewoon scherp zijn. Ja, en dat was fijn dat in die laatste fase dan net niet. Maar wat ik net zeg, de ploeg heeft wel afgerekend met het stigma, alsof het alleen maar kan tegenhouden en achteruit lopen. En dat het eigenlijk mazzel is waarop ze teren. Nee, ja, we hebben nu kunnen zien dat Feyenoord, als het gewoon geconcentreerd scherp is, dat het een uitstekend elftal heeft, wat van iedereen kan winnen. Ja, en dat moet je gewoon vaker laten zien. Het is toch eigenlijk gek dat je het uit bij RKC moeilijker hebt dan hier in de arena. Ja, want Feyenoord heeft ook wel bij vlagen wel degelijk laten zien dat ze voetballend vermogen in de ploeg hebben. Zeker ja, een aantal uitgespeelde kansen, mogelijkheden op de rand van de 16, waar Berghuis dan een beetje pech had in zijn afronding. Ja, dus dat eigenlijk, het was prima, een minuutje of 70 lang, behalve de afronding. Ja, dat is natuurlijk een teleurstellende
constatering. En ik denk dat de spelers er ook zo naar kijken. Dat ze er echt van balen. Want stel als je een punt had gepakt, had je nog meegedaan in die titelrace. Je had hier zelfs kunnen winnen. Nou, dat was helemaal bal geweest bovenin met ploegen. Drie ploegen met hetzelfde aantal punten. Ja, nu ben je weer op achterstand. En ben je weer afhankelijk van die anderen die tegen elkaar spelen. En moet je zelf al je wedstrijden winnen. Dus ik snap het tweeledige gevoel bij Feyenoord. Maar ik vind eigenlijk, en ik denk ook wel dat het zo is, dat iedereen zwaar teleurgesteld is. Advocaat brengt in de slotfase nog Lucas Prato. Hij verving Mark Diemers. Wat zegt het over Feyenoord dat er een middenvelder uit wordt gehaald in plaats van een aanvaller? Ja, dat ze natuurlijk op zoek gingen naar die gelijkmaker. Ja, het zegt ook iets dat je het kan doen nu. En dat was ook wel eens een beetje het probleem van Feyenoord dat het niet kon. Ja, nu wel. Je zag ook Ajax tijd rekken. Nou, in al die wedstrijden dat we hier zijn geweest is natuurlijk ook bij zelden voorgekomen. Dat de thuisploeg hier ja, een beetje ballen ging wegschieten of een beetje op de grond ging liggen om maar tijd te kopen om die wedstrijd over de streep te trekken. Dus ja, dat zegt iets over de verhoudingen van vandaag. Maar de realiteit is, als je naar de ranglijst kijkt, dat het gat gewoon groot is. Zes punten volgens mij met nog een doelsaldo wat niet meer in te halen is. Dus ja, je bent nu afhankelijk. Je hebt jezelf in een positie gemanoeuvreerd dat je het niet meer in eigen hand hebt. Wie waren voor jou de uitblinkers aan de kant van Feyenoord vandaag? Ik vond het centrum met Senesi en Spijts erg ja, degelijk. Ja, ik vond Senesi was ja, bij de goal liet hij zich uitkappen. Wil je uitkappen, dan moet je wel echt wel korter zitten. Ik vond Spijts wel goed. Senesi herstelde zich daar natuurlijk wel uitstekend. Ik vond Malasia geweldig tegen Anthony. Die hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. De beste speler van de Eredivisie, zoals die werd genoemd. Berghuis in de balbezit toen hij zich wat meer met het spel ging bemoeien. En dan zie je dat het de beste speler is. Nou, wat ik zeg, Jurkensen die het uitstekend deed. Sinisterra viel sterk in. Haps met zijn totale gebrek aan ritme vulde het ook goed in aan die linkerkant. Met veel diepgang en dreiging. Maar je ziet wel dat hij nog een beetje ritme mist. Ja, en de keeper was ook weer foutloos vandaag. Ja, ik weet niet, bij die goal kon hij volgens mij niks aan doen. En verder straalde hij wel de rust uit die in zo'n topwedstrijd nodig heeft. Dus ja, nogmaals, Feyenoord leverde collectief gezien een prima prestatie. Maar dan blijft die teleurstelling groot dat je dat niet omzet in ieder geval een resultaat.